Wereldwijd stoten stedelijke gebieden 3/4 van alle CO2 uit. Nou, volgens Brussel moet dat minder. Met name de oude stadsgebieden hebben vaak een enorme uitstoot. Zoals je ziet, hier oude kantoorpanden, oude huizen. Nou, Brussel is al een beetje begonnen met het initiatief te nemen op dat gebied. Daar staan ook niet de meest moderne kantoorpanden. En hebben daar het Renewable Energy House in het leven geroepen. Nou, daar kunnen kijkers, het publiek, gewone mensen vragen stellen over hoe ze hun eigen CO2 kunnen reduceren. Waar gaat Europa in de toekomst zijn energie vandaan halen? Hoe gaat Europa in de toekomst aan energiebesparing doen? In Brussel is net een oud gebouw opnieuw geopend dat alle antwoorden letterlijk in huis heeft. Het Renewable Energy House. 11 Europese ondernemingen op het gebied van duurzame energie hebben in Brussel van dit pand hun paradepaardje gemaakt. The Renewable Energy House is a showcase for the latest energy efficiency and renewable energy technologies. It is a 120-year-old building located here in the heart of the European Quarter of Brussels. And I invite you now on a tour of the building to see all the different installations. Achter de voordeur al een verrassing. Daar waar vroeger ooit de kolen gedumpt werden, is nu een aansluiting voor de biomassa brandstof. Where the pellets, which are nothing but compressed sawdust, are actually delivered with a truck, and then they are automatically blown into the storage tanks here. This main house, this main renewable energy house, is heated with a surface of about 1,800 square meters with pellets, with compressed sawdust. Geperst zaagsel is goedkoop, schoon en uiterst efficiënt. Omdat het zo compact is, is het makkelijk te vervoeren en zijn de transportkosten relatief laag. Via de stortslurf komt de massa automatisch in een grote opslagruimte terecht. We have in total 2 storage rooms here in this building, which can contain a total of 13 tons of pellets. In total, we estimate that per year we need about 26 tons. So that means that we need a total of 2 deliveries of pellets per year. En dat is een karwei van een half uurtje. De boiler wordt dag en nacht warm gehouden door de oven. Een oven dus die draait op, zoals dat heet, houtpellets. And then you have here the very efficient combustion process. I'm going to open this to give you a look to the flames. So all this is done fully automatically. It looks so old-fashioned. It looks old. No, it does not look old-fashioned. It's very modern. And you have the good smell of wood. Dit is het hart van het verwarmingssysteem. Goed geïsoleerde reservoirs van 5000 liter water. Niet alleen de pellets, maar ook de zonnecollectoren op het dak dragen bij aan de warmteopslag. We hebben hier our PV courtyard. In here you see a series of different solar panels, solar electricity. So these panels are using transforming the luminosity of the day into electricity. But they are not directed towards the sun. They are not directed towards the sun. We are in an urban environment, in a quite shaded environment. They get the sun in the afternoon, and but still they still produce electricity because they not only work on sun but also on daylight. But this is really functioning. It's not only for show. It's not only for show. It's really functioning, and they produce little bit less than 10% of the electricity consumption of the building. What you have here is another type of photovoltaic panels. This is semi-transparent panels integrated into the windows. So this is PV as well? It's PV as well, and it is, as you can see here, connected to the grid and also generating electricity. De zonwering als transparant PV-paneel, nog nooit vertoond. Onder de binnenplaats ligt een geothermische installatie die zomers kou en 's winters warmte uit de bodem haalt, 115 meter de grond in. People are more than happy with the building. We have been moving about 2 months ago, and also in terms of comfort, the building is really a very comfortable working environment.
But excuse me, it almost sounds as old-fashioned Soviet propaganda. No, it's not. It's really, I mean, we are really happy to work with a team of very young people here. Who are all motivated to promote renewables, and we have been before in a much smaller building. And there's no punishment if you say otherwise? No, exactly, there's not at all. Does it feel like a comfortable working place? Yes. Het echte succes van dit pand is dat je van alle snufjes en foefjes bijna niets merkt. Want zowel de ventilatie als de verwarming zijn netjes weggewerkt. Last but not least, the very efficient lights. Dat maakt dat het Renewable Energy House met recht een laboratorium genoemd kan worden. Wat nu nog futuristisch oogt, zal misschien straks net zo gewoon zijn als kolen in het verleden.